Morgen Suriname. Ik ben Reine voor TV 48 met het nieuws voor iedere Surinamer en vrienden van Suriname. Onze excuses voor het niet verschijnen van het avondnieuws gisteren. Onze editor viel in slaap tijdens het bewerken. Het was dus stil op TV 48. We willen jullie bedanken voor de geweldige luistertijd van onze radio-uitzendingen en de likes die jullie hebben achtergelaten. Merci. Nu het nieuws voor zondag 19 mei. Suriname kijkt uit naar een solide relatie met Cuba. Suriname en Cuba hebben al 45 jaar diplomatieke betrekkingen. Vrijdag begon een reeks activiteiten om deze mijlpaal te vieren. Paramaribo, de historische band tussen Suriname en Cuba, is versterkt door politieke ontwikkelingen in het Caribisch gebied, vooral binnen Caricom. Suriname kijkt uit naar het voortzetten en versterken van de solide relatie met de regering en het volk van Cuba, zijn minister Albert Rambin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, BIBIS, tijdens de 45ste herdenking van de diplomatieke betrekkingen tussen Suriname en Cuba. Bij de viering waren ook aanwezig ambassadeur Fakri Rodriguez Pinelo van Cuba, evenals leden van het diplomatieke koor en andere hoogwaardigheidsbekleders. De komende weken zullen er nog meer activiteiten plaatsvinden om deze mijlpaal te vieren. Deze samenwerking zal niet alleen onze economieën versterken, maar ook de banden tussen onze gemeenschappen verdiepen, benadrukte minister Ramdin. Sinds 31 mei 1979 heeft de regering van Suriname een nauwe relatie met Cuba, gebaseerd op diplomatie en wederzijdse samenwerking. Met een terugblik op de afgelopen 45 jaar is het tijd om ons langdurige partnerschap te koesteren en te erkennen hoe het onze landen heeft verenigd in diverse sectoren zoals onderwijs, landbouw en gezondheidszorg, onderstreepte Ramdin. Een van de meest waardevolle aspecten van de samenwerking is volgens hem de educatie en training van Surinaamse studenten in Cuba. Dit initiatief draagt bij aan de ontwikkeling van Suriname door hoogwaardig onderwijs toegankelijk te maken voor onze jeugd. Tijdens de COVID-19 pandemie benadrukte minister Ramdin de onschatbare steun die Cubaanse medische professionals hebben geboden aan Surinaamse gezondheidswerkers. Hun inzet en solidariteit hebben ons geholpen om deze moeilijke tijden door te komen. Naast de samenwerking in de gezondheidszorg, Onderstreepte Ramdin ook het belang van intermenselijke uitwisselingen tussen beide landen om een culturele brug te bouwen? Het Surinaamse vliegtuig Fly Always speelt hierbij een cruciale rol door directe vluchten van en naar Cuba te faciliteren, wat de connectiviteit tussen de naties bevordert. Ramdin gaf verder aan dat ernaar wordt gestreefd om de economische en commerciële partnerschappen te versterken, met een focus op sectoren zoals bedrijfsbevordering, investeringen, landbouw, Ecotourisme en multibestemmingstoerisme. Deze samenwerking zal niet alleen onze economieën versterken, maar ook de banden tussen onze gemeenschappen verdiepen, aldus de minister. Ambassadeur Rodriguez Pinelo benadrukte de voortdurende samenwerking en vriendschappelijke betrekkingen tussen Suriname en Cuba. Samen met onze Surinaamse collega's zal onze ambassade deze viering gebruiken om de voortgang van onze gesprekken te waarborgen, merkte de diplomaat op. Hij benadrukte het belang van voortdurende samenwerking tussen beide regeringen en bevolkingen om economische betrekkingen te versterken. Suriname kan altijd rekenen op de steun van Cuba. Suriname en Jamaica praten over samenwerkingsmogelijkheden. Paramaribo, Suriname en Jamaica willen de bilaterale betrekkingen versterken en nieuwe mogelijkheden voor samenwerking en economische groei verkennen. Dit stond centraal tijdens het bezoek van de Jamaicaanse minister Obin Hill aan president Chandri Kapersat Santokki. Donderdag bracht de minister van Industry, Investment en Commerce een beleefdheidsbezoek aan het staatshoofd. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken. International Business en internationale samenwerking, Bibis, nam ook deel aan het overleg. Tijdens de gesprekken werd er uitgebreid gediscussieerd over handel, industrie en investeringen. De nadruk lag op het bevorderen van economische partnerschappen voor het welzijn van beide naties. President Santoki benadrukte de cruciale rol van private sector partnerschappen bij het stimuleren van economische groei en bevestigde Suriname's toewijding aan nauwe samenwerkingsverbanden. De Jamaicaanse regeringsfunctionaris noemde de export van rijst als een potentieel gebied waarop Suriname zou kunnen excelleren. Volgens president Santoki versterkt deze ontmoeting de gezamenlijke inzet van beide landen om economische vooruitgang te stimuleren. De toekomstplannen omvatten het stimuleren van import- en exportactiviteiten en de ontwikkeling van luchtverbindingen tussen Suriname, Guyana, Jamaica en Brazilië. Deze verbindingen zullen zorgen voor een vlotte handel tussen de vier landen en andere naties. Hill was optimistisch over de mogelijkheden voor Suriname om vooral de export te vergroten. Jamaica onderhoudt nauwe samenwerkingsverbanden met verschillende CARICOM-landen en streeft er naar een soortgelijke relatie met Suriname op te bouwen. Hij noemde specifiek de export van rijst als een potentieel succesvol gebied voor Suriname. In het kader van het bezoek van de Jamaicaanse delegatie, bestaande uit regeringsleiders en meer dan dertig ondernemers, werden diverse activiteiten georganiseerd door de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, VSB, en de Jamaica Promotions Corporation, Jampro. De deelnemende Jamaicaanse bedrijven zijn actief in verschillende sectoren, waaronder voedsel- en non-foodproductie, technologie en zakelijke dienstverlening. Tijdens de business-to-business -business sessies kregen zowel Jamaicaanse als Surinaamse bedrijven de gelegenheid om individuele gesprekken te voeren. Deze sessies waren gericht op het vinden van nieuwe zakelijke connecties en het aangaan van langdurige samenwerkingen. De bedrijven maakten volop gebruik van deze kans om hun netwerken uit te breiden en potentiële partners te ontmoeten. Heel stelde dat het hoog tijd is dat beide landen intensiever met elkaar gaan samenwerken, vooral op het gebied van handel, waar de fysieke, lucht- en water-connectie tussen de twee naties van cruciaal belang is, al dus de VSB op hun website. Santokki geïnformeerd over veiligheidssituatie Paramaribo-minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie meldde vrijdag aan president Chandri Kapersat Santokki dat de veiligheidssituatie in Suriname verbetert door recente acties zoals roadblocks, aanhoudingen en de inbeslagname van wapens. Hij benadrukte het belang van voortzetten van deze maatregelen om de veiligheid te waarborgen. President Santoki kreeg een update van de Nationale Veiligheidscommissie over de veiligheid in het land, waarbij de statistieken van de afgelopen twee weken en de resultaten van Operatie Zero Tolerance werden besproken. De analyse van het eerste kwartaal van dit jaar vergeleken met dezelfde periode vorig jaar toont een daling van ruim 10% in gekwalificeerde diefstallen, maar een stijging van 6,8% bij berovingen. Volgens directeur operaties en plaatsvervangend korpschef Melvin Pinas is er de afgelopen twee weken een zekere rust geconstateerd in de criminaliteit. De politie richt zich op de opsporing en aanhouding van drie tot vier actieve dadergroepen. Het KPS voert ook een ontmoedigingsbeleid door drugshaarden en hangjongeren te ontmantelen en houdt regelmatig oriëntaties in het binnenland. Rishi Akal, directeur beleidsvoorbereiding en beheer van het KPS. Presenteer de statistieken van 1 april 2024 tot heden. Sinds de start van Operatie Zero Tolerance zijn er 227 roodbloks gehouden, waarbij in totaal 30.000 boetes zijn uitgeschreven. Er zijn inmiddels 308 aanhoudingen verricht, waarvan 144 personen zijn vrijgelaten. Het aantal levensberovingen en suicidegevallen daalt, terwijl het aantal verkeersdoden stijgt. Er zijn aanhoudingen geweest met inbeslagnames van vuurwapens en drugs zoals marihuana, hash, sucre en onbekende tabletten. Bevelhebber van het Nationaal Leger, Werner Kiuasen, waardeert de samenwerking met het KPS in Operatie Zero Tolerance. Momenteel worden zeven legervoertuigen ingezet om de zichtbaarheid van politie en militairen bij surveillance te vergroten. Daarnaast voert het leger reguliere operaties uit en bereidt het twee operaties voor, namelijk voor het Tibeti-gebied en de kustvlakte. President Santoki benadrukte dat de impact van de operatie zichtbaar is aan het aantal gekwalificeerde misdrijven. Hij riep de veiligheidsdiensten op om hun inspanningen te intensiveren en meer dadergericht te werk te gaan. Hij verwacht dat door gebruik te maken van inlichtingen en opsporingsmethoden alle daders opgepakt zullen worden. Na het IMF deel 1, bevolking betaalt hele hoge prijs. Bron DBS. Paramaribo begin volgend jaar stopt de steun van het Internationaal Monetair Fonds, IMF, aan Suriname. Deze steun heeft een grote rol gespeeld in het voorkomen van een totale financiële ineenstorting van het land. Echter, de prijs die de bevolking hiervoor heeft betaald, is hoog. Bijna iedereen begrijpt de zwaarte van de opgelegde maatregelen. De vraag blijft echter hoe het land verder moet nu de steun over ruim een half jaar stopt. De ware tijd belicht in drie afleveringen de voor- en nadelen van het IMF en onderzoekt de toekomstige mogelijkheden. Onlangs heette president Chandri Kapersat Santokki het hoofd van de IMF-missie voor Suriname, Anastasia Gusina, welkom. Tijdens haar bezoek werd er wederzijds lof uitgesproken. De regering benadrukte dat Suriname op de goede weg is om uit de crisis te komen, dankzij de steun van het IMF. De begrotingssteun van het IMF heeft voorkomen dat Suriname volledig wegzakte in de financieel-economische malaise. Vloek of zegen? Veel Surinamers twijfelen echter of het IMF een vloek of een zegen is. De opgelegde maatregelen hebben veel mensen in financiële problemen gebracht. Tegelijkertijd is er hoop dat deze maatregelen de weg hebben vrijgemaakt voor een gezondere economie, iets wat eerdere regeringen niet is gelukt. Hoewel Suriname macro-economisch gezien beter af is dan vier jaar geleden, komt dit vooral door de begrotingsteun van het IMF. Zonder deze steun, zo'n 55 miljoen US dollar per kwartaal, zouden de urgente uitgaven, Zoals salarissen van ambtenaren en sociale uitkeringen, niet betaald kunnen worden. Eentelog overheidsapparaat. De IMF-steun heeft vooral de uitgaven van het grote overheidsapparaat gefinancierd. Dit voorkwam massale protesten en hield de regering overeind. Veel impopulaire maatregelen werden doorgevoerd, wat tot onvrede leidde, maar door gebrek aan georganiseerd verzet konden deze maatregelen vrij moeiteloos worden geïmplementeerd. Uit de woorden van Goussina bleek dat Suriname nog niet uit de problemen is en dat de samenleving nog veel offers zal moeten brengen. Devalutie en hyperinflatie Goussina noemde de recente tariefverhoging van stroom als noodzakelijk om grote financiële problemen te voorkomen. Zonder deze maatregelen zou de Surinaamse munt verder devalueren en zou hyperinflatie de kop opsteken. Het doel is om de staatshuishouding duurzaam gezond te maken. Ondanks de verlenging van het IMF-programma met drie maanden, blijft Gusina ontevreden over het onvermogen van de regering om de overheidsinkomsten te verhogen. De verlenging biedt de regering echter tot het eerste kwartaal van 2025 zekerheid van financiële steun, wat cruciaal is in de aanloop naar de verkiezingen om onrust op de wisselkoersmarkt te voorkomen. De coalitiepartners VHP en ABOP willen alles doen om een drastische koerstijging te voorkomen. Aangezien dit de verkiezingsuitslag negatief zou beïnvloeden. Daarom voert de regering de voorgestelde IMF-maatregelen trouw uit. In deel 2: Suriname kan eigen broek nog niet ophouden. Sharda Ganga schrijft in DBS: Arme Leo Brunswijk. Hij wordt echt verkeerd begrepen. Leo heeft helemaal geen dure auto van de EBS nodig. Hij kan er zelf een kopen als dat nodig is. Waarom zou hij dus een cadeau accepteren? Hij kan het zelf wel regelen. Leo maakte duidelijk dat hij nooit om een dienstauto heeft gevraagd. Maar rijdt hij nu in die nieuwe Prado of niet? Als hij dat doet, is het omdat de EBS die auto heeft gekocht, niet omdat hij erom vroeg. Het verrassende is dat zo'n grote uitgave kon plaatsvinden zonder dat Leo ervan wist. Dat is echt schandalig. Wie heeft dit beslist zonder zijn medeweten? Tijdens zijn persconferentie zei Leo dat hij de auto alleen gebruikt omdat het hem is opgedrongen door de EBS. Hij zou liever bezuinigen en zijn eigen geld gebruiken, maar als de EBS een dienstvoertuig koopt, kun je moeilijk nee zeggen. Dat zou onbeschoft zijn tegenover de EBS. Het is echt verwonderlijk dat zulke beslissingen worden genomen zonder dat de directeur hiervan op de hoogte is. Dit roept de vraag op wie er echt de leiding heeft bij de EBS. Dus, sorry voor de verwarring. Ik bedoelde niet letterlijk Leo Brunswijk, maar een bepaalde directeur van een elektriciteitsbedrijf in een Zuid-Amerikaans land. Volgens de wet van Santoki heb ik daarmee voldoende geanonimiseerd. Sharda Ganga schrijft in DBS. Arme Leo Brunswijk. Hij wordt echt verkeerd begrepen. Leo heeft helemaal geen dure auto van de EBS nodig. Hij kan er zelf een kopen als dat nodig is. Waarom zou hij dus een cadeau accepteren? Hij kan het zelf wel regelen. Leo maakte duidelijk dat hij nooit om een dienstauto heeft gevraagd. Maar rijdt hij nu in die nieuwe Prado of niet? Als hij dat doet, is het omdat de EBS die auto heeft gekocht, niet omdat hij erom vroeg. Het verrassende is dat zo'n grote uitgave kon plaatsvinden zonder dat Leo ervan wist. Dat is echt schandalig. Wie heeft dit beslist zonder zijn medeweten? Tijdens zijn persconferentie zei Leo dat hij de auto alleen gebruikt omdat het hem is opgedrongen door de EBS. Hij zou liever bezuinigen en zijn eigen geld gebruiken. Maar als de EBS een dienstvoertuig koopt, kun je moeilijk nee zeggen. Dat zou onbeschoft zijn tegenover de EBS. Het is echt verwonderlijk dat zulke beslissingen worden genomen zonder dat de directeur hiervan op de hoogte is. Dit roept de vraag op wie er echt de leiding heeft bij de EBS. Dus, sorry voor de verwarring. Ik bedoelde niet letterlijk Leo Brunswijk, maar een bepaalde directeur van een elektriciteitsbedrijf in een Zuid-Amerikaans land. Volgens de wet van Santoki heb ik daarmee voldoende geanonimiseerd. Dag kijkers, dit is Karin voor tv 48. Vergeet niet om een like te laten voor de radio-uitzending en te abonneren voor dagelijkse nieuwsuitzendingen. Ik vervolg. De Nationale Assemblée, DNA, behandelde deze week wetten om de financiële voorzieningen voor de drie staatsmachten te synchroniseren. Hierbij kwamen ook de vergoedingen voor huidige en voormalige DNA-leden aan bod, wat leidde tot felle reacties. Voor een land dat door een IMF-programma gaat en waar de bevolking veel moet inleveren, komt het moment om te praten over vergoedingen voor de leiding van het land nooit goed uit. Hoewel DNA-leden vaak worden bekritiseerd vanwege hun vergoedingen, moet men niet vergeten dat ook zij te maken hebben met stijgende kosten. Ondanks hun ondermaatse prestaties. Moeten zij ook hun maandelijkse uitgaven dekken en plezier in hun werk behouden? Het debat toonde aan dat het probleem niet alleen ligt in de aanpassing van de vergoedingen, maar vooral in de dubbele salarissen en nevenfuncties van sommige leden. Parlementariërs ontvangen soms ook een ambtenarensalaris, wat voor problemen zorgt. Er werd herhaaldelijk op gewezen dat er minder bezwaar is tegen de vergoeding van de rechterlijke macht omdat die leden gestudeerd hebben. In tegenstelling tot DNA-leden waarvoor geen specifieke opleiding vereist is. De discussies waren vaak persoonlijk van aard en er werd weinig moeite gedaan om echt leiderschap te tonen. Toch is dit een kans voor de DNA om eerlijk en transparant te zijn. DNA-leden zouden voltijds beschikbaar moeten zijn en geen andere overheidsfuncties mogen bekleden. Wie zich verkiesbaar stelt. Zou zijn baan bij de overheid voor vijf jaar moeten opzeggen, zodat ze de overheid kritisch kunnen volgen zonder belangenverstrengeling. Het DNA-lidmaatschap moet gezien worden als een fulltime baan met een passend salaris, waarbij gekeken wordt naar het opleidingsniveau en de effectiviteit van de volksvertegenwoordigers. Hoewel er geen opleidingsijs is, zou de focus moeten liggen op kennis en kunde om het land beter te besturen. Helaas verzanden de debatten in wederzijdse verwijten en persoonlijke aanvallen. Dit roept bij het publiek de vraag op of de leden hun taak wel serieus nemen, een vraag die waarschijnlijk de komende maanden niet beantwoord zal worden. Het is goed om te horen dat minister McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken openstaat voor gesprekken met belangrijke stakeholders zoals Carlo Renfrew. De voorzitter van de Stichting Jongeren voor een Stabiele Toekomst. Het initiatief om een boys' ranch op te zetten in Coronie, met focus op scholing en vaktraining voor kansarme jongeren in verschillende districten, is lovenswaardig. Het is begrijpelijk dat het formaliseren van de titel voor het stuk land nog een uitdaging is, maar het is bemoedigend om te horen dat Renfrum de steun van de minister zoekt om dit proces te vergemakkelijken. Minister McAndrews' toewijding aan het welzijn van de Surinaamse jeugd, inclusief kansarme jongeren, is prijzenswaardig. Het feit dat het ministerie zich inzet voor landelijke training en vakscholing om jongeren betere kansen op werk te bieden, is een belangrijke stap in de goede richting. Het is hoopvol dat de bewindsman de zorgen van de stichting serieus neemt en bereid is om bij zijn collega ministers aandacht te vragen voor dit belangrijke initiatief. Dit toont een positieve samenwerking tussen de overheid en maatschappelijke organisaties, wat essentieel is voor het bevorderen van kansen en welzijn voor de jeugd in Suriname. Raoul Hellings, politicus en voormalig voorzitter van de Politiebond. Is vol vertrouwen dat hij bij de verkiezingen van 25 mei 2025 genoeg stemmen kan binnenhalen om een zetel voor de NPS te veroveren in de Nationale Assemblée, DNA? Met zijn expertise en bereidheid om standpunten in te nemen die afwijken van fractiebesluiten, gelooft hij dat hij een waardevolle bijdrage kan leveren aan het Surinaamse politieke landschap. Hellings benadrukt dat zijn keuze voor de NPS. Niet zou zijn geweest als deze partij nog steeds deel uitmaakte van de huidige coalitie met de VHP, ABOP en PL. Hij is het niet eens met het huidige beleid en vindt dat de nieuwe en kleine politieke partijen weinig kans maken om met het bestaande systeem mee te doen. Hij legt uit dat kleine partijen vaak niet beschikken over de infrastructuur en logistiek om effectief campagne te voeren en de samenleving te overtuigen van hun alternatief. Hellings zelfvertrouwen en zijn kritiek op het politieke systeem laten zien dat hij vastberaden is om een verschil te maken en zijn stem te laten horen in de Surinaamse politiek. Sergio Anusa heeft op vrijdag 17 mei officieel de rol van marktmeester bij de Centrale Markt Paramaribo (CMP) op zich genomen. Hij kreeg de functie overgedragen door Charles Santedi. Na Santewies waarneming van ongeveer vijf maanden na de aanhouding van de voormalige marktmeester. Vice-president Ronnie Brunswijk woonde de overdracht bij en wenste Anusa succes in zijn nieuwe functie. Bij zijn aankomst op de centrale markt werd Brunswijk warm ontvangen door de aanwezigen, waaronder marktventers en bezoekers die de gelegenheid aangrepen om met de regeringsfunctionaris te praten. Verkeer. Verkeersongelukken zijn altijd hartverscheurend, vooral wanneer ze zo'n tragisch resultaat hebben, als het incident dat zaterdagavond plaatsvond op de Indira-Gantiweg in Suriname. Een vrouw die de weg overstak, werd daarbij geschept door een auto, waardoor ze verschillende verwondingen opliep. Het slachtoffer werd snel per ambulance naar de spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo gebracht. Waar artsen haar verwondingen zullen behandelen en haar hopelijk kunnen stabiliseren. De precieze oorzaak van het ongeluk is nog onbekend, maar de politie is ter plaatse gekomen om het incident te onderzoeken. In zo'n pijnlijke situatie is het belangrijk om steun te betuigen aan het slachtoffer en haar geliefde en om samen te hopen op een spoedig herstel. Het is weer een tragische nacht in Suriname. Waarbij een jonge man op zijn bronfiets het leven liet na een noodlottige aanrijding met een auto. De automobilist, zonder ook maar een moment te aarzelen om te stoppen en hulp te bieden, reed genadeloos door, terwijl het leven van de jonge politierekruut op het spel stond. De straten van Suriname zijn doordrongen van verdriet en ongeloof door deze hartverscheurende gebeurtenis. De familie van het slachtoffer rouwt om het verlies van hun geliefde, terwijl de dader zich in stilte schuilhoudt. Weg van de verantwoordelijkheid die hij zou moeten nemen. Aan de bestuurder van de auto die betrokken was bij dit verschrikkelijke ongeluk: wees moedig, stap naar voren en neem de verantwoordelijkheid voor je daden. Het leven van deze jonge man mag niet zomaar voorbij gaan zonder gerechtigheid. Door jezelf aan te geven, geef je niet alleen rust aan de nabestaanden, maar vind je zelf ook een weg naar verlossing en vrede. De pijn van deze tragedie zal je blijven achtervolgen. Tenzij je het juiste pad kiest. De Surinaamse politie zet alles op alles om de waarheid aan het licht te brengen en gerechtigheid te laten zegenvieren. Maar de hulp van de gemeenschap is ook van onschatbare waarde. Als u informatie heeft die kan helpen bij het opsporen van de dader, aarzel dan niet om contact op te nemen met de autoriteiten. Laten we samen staan te midden van deze donkere dagen en hoop vinden in de mogelijkheid van gerechtigheid en vrede voor de ziel van de jonge man die zo tragisch is heengegaan. Het was een avond die abrupt veranderde in een nachtmerrie voor een man die zijn tijd doorbracht op een stellage op een woonadres aan de verlengde houttuinweg in Suriname. Wat begon als een gewone dag van werkzaamheden eindigde in een tragedie toen hij plotseling en zonder waarschuwing naar beneden viel. Het geluid van zijn val doordrong de stilte van de avond, terwijl hij met een harde klap de vloer raakte, zijn lichaam kwetsbaar en weerloos tegen de kracht van de zwaartekracht. Het leven leek even stil te staan terwijl de man met pijn en verwarring worstelde op de grond. Gelukkig waren de hulpdiensten snel ter plaatse om hem bij te staan in zijn moment van nood. Met zorg en spoed werd hij afgevoerd naar de spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, waar hij de benodigde medische behandeling kon ontvangen voor zijn verwondingen. Terwijl hij daar lag, omringd door het geroezemoes van medisch personeel en het geluid van apparatuur, vocht hij niet alleen tegen de fysieke pijn, maar ook tegen de angst en onzekerheid die zijn gedachten overspoelden. Zijn leven was plotseling op zijn kop gezet door deze tragische gebeurtenis. En de weg naar herstel leek lang en hobbelig. Laten we hopen en bidden voor een spoedig herstel voor deze moedige man, wiens leven plotseling werd verstoord door een ongelukkig geval. Mogen hij kracht vinden in de steun van zijn geliefden en de medische zorg die hij ontvangt, en mogen hij spoedig weer op zijn voeten staan, gereed om de uitdagingen van het leven opnieuw aan te gaan. Boeven Nieuws, illegaal wisselkantoor onderdeel van drugsnetwerk. Het duistere onderbuikgevoel dat er iets niet pluis was in een rustige buurt in Winti Y, Ressort Latour, bleek niet ongegrond te zijn. Een clandestien wisselkantoor diende als dekmantel voor een schimmige drugshandel, waarbij twee mannen betrokken waren. Deze verraderlijke praktijken kwamen aan het licht dankzij een gedurfde operatie uitgevoerd door een gemengd team van de Surinaamse politie, als onderdeel van de operatie Zero Tolerance. Na intensief onderzoek en het vergaren van betrouwbare inlichtingen, besloot het team tot actie over te gaan. Een inval aan de Krabutu-straat leidde tot de arrestatie van drie mannen, waarvan er twee direct gelinkt werden aan het illegale wisselkantoor en de vermeende drugshandel. Bij de doorzoeking van de woning en de voertuigen van de verdachten werden verontrustende vondsten gedaan. Een aanzienlijke hoeveelheid hash contant geld in zowel Surinaamse als vreemde valuta, Fijnwegers en andere verdachte voorwerpen werden in beslag genomen. Zelfs een voertuig moest eraan geloven en werd geconfiskeerd als bewijsmateriaal. De gearresteerde mannen, samen met de in beslag genomen goederen, werden overgedragen aan de bevoegde autoriteiten van het politiebureau Latour. De schaduwrijke praktijken van dit illegale wisselkantoor zijn aan het licht gebracht, maar de strijd tegen de onderwereld is nog lang niet gestreden. Quincy Promes vrij onder strikte voorwaarden in Dubai. Na maanden van onzekerheid en juridische verwikkelingen is Quincy Promes, de bekende Surinaams-Nederlandse voetballer, onder voorwaarden vrijgelaten in Dubai. Deze ontwikkeling werd vandaag gemeld door de Nederlandse krant Het Parool. Hoewel de exacte inhoud van deze voorwaarden niet bekend is, worden dergelijke vrijlatingen in Dubai vaak gekenmerkt door restricties zoals een uitreisverbod. Het betalen van een borgsom, een meldplicht, en de verplichting om te alle tijden gehoor te geven aan oproepen van de autoriteiten. Promes raakte in maart verzeild in juridische problemen tijdens een trainingskamp met zijn Russische club Spartak Moskou in Dubai, toen zijn chauffeur schade veroorzaakte aan een huurauto. Dit incident leidde tot zijn aanhouding en daarop volgende detentie. Zolang deze kwestie niet was opgelost, mocht Promes Dubai niet verlaten. Het nieuws van zijn arrestatie leidde tot een verzoek van Nederland aan Dubai om de voetballer uit te leveren, vooral omdat Promes in Nederland veroordeeld is voor drugsmokkel. De vrijlating van Promes onder voorwaarden biedt een sprankje hoop, maar de nasleep van deze zaak zal ongetwijfeld nog enige tijd voortduren, met mogelijk verdere juridische stappen die moeten worden genomen, zowel in Dubai als in Nederland. Wat een prachtige mijlpaal! Het echtpaar Kodabakslikat heeft vrijdag een bijzondere huldiging gekregen ter ere van hun gouden huwelijk in Suriname. Districtcommissaris Shafiq Ghulaman en zijn team van Wanika Zuidoost hebben namens de Surinaamse president en First Lady de felicitaties overgebracht. Het is echt bewonderenswaardig om te zien hoe dit echtpaar samen 50 jaar lang lief en leed heeft gedeeld. Hun toewijding aan elkaar is een voorbeeld voor ons allen. Mogen zij nog vele jaren van geluk en gezondheid samen doorbrengen. Van harte gefeliciteerd! Wat een trieste ontwikkeling in het verkeer van ons kleine land! Het recente bericht over de bromfietser die het 27ste verkeersslachtoffer is geworden, werpt een sombere schaduw over onze gemeenschap. Deze situatie vraagt om serieuze aandacht voor verkeersveiligheid en maatregelen om dergelijke tragedies te voorkomen. Het is van cruciaal belang dat we ons bewust worden van de risico's op de weg en de verantwoordelijkheid nemen om veilig te rijden. Het is ook een herinnering aan het belang van naleving van verkeersregels en respect voor medeweggebruikers. Daarnaast moeten we investeren in infrastructuur en voorlichtingscampagnes die de bewustwording vergroten en het gedrag op de weg positief beïnvloeden. Laten we samenwerken om onze wegen veiliger te maken en te streven naar een toekomst waarin verkeersongevallen tot het verleden behoren. Het lot heeft zijn eigen gevoel voor humor, zelfs in de duisternis. Terwijl veel gebieden in het land worden gehuld in duisternis door stroomstoringen, blijkt ook de algemeen directeur van de energiebedrijven Suriname, EBS, Leo Brunswijk, geen stroom te hebben in zijn eigen residentie in Hannaslust. Je kunt je voorstellen dat het voor de EBS-directeur een ironische situatie is om in het donker te zitten, terwijl hij normaal gesproken verantwoordelijk is voor het verlichten van het land. Het lijkt erop dat de natuur een handje heeft geholpen bij deze onverwachte blackout, met ongevallen masten en harde windstoten als boosdoeners. Maar zelfs de automatische melders lijken het niet bij te kunnen houden, waardoor sommige duistere gebieden buiten de radar vallen. Terwijl het personeel van de EBS zich inzet om de storingen op te lossen, blijft de bond over EOS afwezig, waardoor de uitdaging nog groter wordt. Het lijkt erop dat zelfs de stroomstoringen geen einde maken aan de strijd om macht en positie binnen het energiebedrijf. In deze tijd van duisternis en onzekerheid blijft de EBS-directeur ongetwijfeld hopen op een spoedige terugkeer van het licht, zowel in zijn huis als in de gebieden die zijn bedrijf bedient. Wat een positieve ontwikkeling! Minister Steven McEndrew van Arbeid. Werkgelegenheid en jeugdzaken heeft onlangs zijn Jamaicaanse ambtgenoot senator Albijn Hill ontvangen, samen met enkele CEO's van belangrijke instituten uit Jamaica. Het doel: het bespreken van vaktrainingen die Jamaica kan verzorgen voor de beroepsbevolking van Suriname. De delegatie uit Jamaica was zeer enthousiast over de mogelijkheden om zaken te doen met Suriname en sprak lovend over de samenwerking. Met ongeveer 30 vertegenwoordigers uit zowel de publieke als de private sector bracht de zakenmissie ook de exportmogelijkheden van goederen en diensten uit Jamaica onder de aandacht, evenals het verbeteren van de vlieg- en zeeverbindingen tussen Suriname, Guyana en Jamaica. Het verkennen van mogelijkheden voor vaktrainingen op basis van Caribische beroepskwalificaties staat hoog op de agenda. Deze trainingen zullen de beroepsbevolking van Suriname versterken en de concurrentiepositie van het land verbeteren. Minister McEndrew ziet grote mogelijkheden voor samenwerking tussen vaktraininginstituten en autoriteiten van beide landen, met als doel elkaar aan te vullen en te versterken. Kortom, een veelbelovende stap richting verdere ontwikkeling en groei voor Suriname en Jamaica. We kijken uit naar de vruchtbare samenwerking die hieruit voort kan komen. Wat een opwindend vooruitzicht voor Suriname. Volgens een rapport van het Britse EMBFV Analytics Limited kunnen de olieinkomsten van het land in de eerste vijf productiejaren maar liefst 7 miljard dollar bedragen. Dit is zonder rekening te houden met de positieve neveneffecten die de olieindustrie op de rest van de economie kan hebben. De verwachte inkomsten zullen gedeeltelijk afhangen van de investering van staatsolie van 1,8 miljard dollar om zijn belang van 20% uit te oefenen. Dit zou een enorme impuls kunnen geven aan de Surinaamse economie. Met de goedkeuring van de FID door Total Energies tegen het einde van het jaar zal staatsolie mogelijk terugkeren naar de internationale kapitaalmarkten, wat verdere groei en ontwikkeling zou stimuleren. De voorspelde inkomsten voor de Surinaamse overheid omvatten royalties, bijdragen van staatsolie, oliewinsten en inkomstenbelastingen. Deze financiële injectie kan de weg vrijmaken voor belangrijke infrastructuurprojecten en sociale programma's om de levenskwaliteit van de bevolking te verbeteren. Het is duidelijk dat de olieontwikkeling een gamechanger zal zijn voor Suriname. En we kunnen allemaal uitkijken naar de positieve impact die dit zal hebben op de toekomst van het land. Het lijkt erop dat de autoriteiten in Suriname serieus werk maken van het aanpakken van criminaliteit. President Chan Santokki heeft recentelijk een update gekregen over de veiligheidssituatie in het land, waarbij er drie tot vier actieve dadergroepen werden geïdentificeerd. De politie richt zich nu op het opsporen en aanhouden van deze verdachten. Dat heeft geleid tot een zekere rust in de afgelopen twee weken. Minister Kenneth Amoxie van Justitie en Politie is optimistisch over de vooruitgang die is geboekt dankzij acties zoals roadblocks, aanhoudingen van verdachten en inbeslagname van wapens. Het lijkt erop dat deze inspanningen vruchten beginnen af te werpen en de hoop is dat dit tempo wordt vastgehouden. Het Korps Politie Suriname, KPS, is bezig met een ontmoedigingsbeleid, waarbij drugshaarden en groepen hangjongeren worden aangepakt. Er zijn ook tal van roadblocks opgezet en duizenden boetes uitgeschreven. Bovendien zijn er honderden aanhoudingen verricht, wat een duidelijk signaal is dat de autoriteiten de criminaliteit serieus nemen. Hoewel er nog steeds uitdagingen zijn, zoals een stijging in berovingen en verkeersdoden. Lijkt de algehele trend in de goede richting te gaan? President Santoki dringt er bij de veiligheidsdiensten op aan om hun inspanningen te intensiveren en daders gericht aan te pakken. Met een gecoördineerde aanpak en gebruikmaking van inlichtingen- en opsporingsmethoden, hoopt hij dat alle daders worden opgepakt en dat de veiligheidssituatie in het land verbetert. Ik wil graag mijn ervaring delen met het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer. Het gaat over de frustraties die ik heb ervaren bij het betalen van mijn grondhuur. Als doorsnee burger van Suriname wilde ik afgelopen donderdag mijn grondhuur betalen. Ik bereidde me goed voor, gezien de lange reistijd naar de stad en enkele vervelende ervaringen die ik in het verleden heb gehad met het domeinkantoor. Ik herinner me nog dat er in november 2023 een briefje hing bij de ingang van het domeinkantoor, waarop stond dat grondhuur betalen niet mogelijk was tot januari 2024. Hopend op meer informatie, bezocht ik de website van het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer, maar te vergeefs. Vervolgens probeerde ik verschillende telefoonnummers te bellen die op de website stonden vermeld, maar niemand nam op. Zelfs de klachtenlijn van de overheid reageerde niet. Uiteindelijk besloot ik maar naar het kantoor te gaan in de stad. Eenmaal daar aangekomen, was er geen duidelijke ontvangst of bewegwijzering. Na wat rondvragen kwam ik erachter dat ik bij het verkeerde loket stond en moest ik me elders aanmelden. Daar kreeg ik te horen dat ik waarschijnlijk pas in oktober mijn grondhuur kon betalen, omdat andere districten op dit moment aan de beurt zijn. De behandeling die ik kreeg was respectloos en mensonterend. Ik voelde me genegeerd en niet serieus genomen, terwijl de salarissen van het personeel uit onze zakken worden betaald. Het ontbrak aan motivatie, dienstbaarheid, beschaving en respect. Het viel me ook op dat het kantoor weinig diversiteit uitstraalde, zowel achter de loketten als in de kantoorruimtes. Waar zijn de oude personeelsleden gebleven die ik kende van voor de verkiezingen? Zijn zij nu spookambtenaren geworden? Ik doe een voorstel aan de minister: kan het kantoor gemoderniseerd worden, zodat we via internet onze aanvragen kunnen doen en betalingen kunnen regelen? Het is teleurstellend dat het zoveel moeite kost om geld naar de overheid te brengen. Het is hoog tijd dat het besef doordringt dat de mensen in de rij bij het loket de salarissen betalen van de mensen achter het loket. Als diep teleurgestelde burger van Suriname hoop ik op verandering. C. Tollens Sabroso, een muziekgroep die bekend staat als de gezelligste band van Nederland, heeft als doel om Suriname wereldwijd op de muzikale kaart te zetten. De bandleider, Setish Bintraban, benadrukt dat ze geen standaard Hindoestaanse band zijn, maar een Surinaamse formatie die diversiteit en verbinding in de muziek nastreeft. Ter ere van hun negentiende verjaardag organiseren ze een feest in Rotterdam en hebben ze speciaal voor hun fans een USB-stick met muziek uitgebracht. Bintraban is trots dat Sabroso een voorbeeld is geweest voor andere bands die nu ook muzikaal niet meer in hokjes denken. De band blijft werken aan het promoten van Suriname en het benadrukken van de diversiteit van het land. Ze willen mensen bewust maken dat ondanks verschillen, liefde en respect de basis moeten zijn in de omgang met elkaar. Het 19e jubileum van Sabroso wordt gezien als een mijlpaal, vooral omdat bij de oprichting andere bensweddenschappen hadden afgesloten dat Sabroso het niet lang zou volhouden. Het succes wordt toegeschreven aan het teamwork binnen de band. Bintraband zelf heeft veel muzikale ervaring en heeft opgetreden met diverse grootheden. De band heeft een breed repertoire en staat bekend om zijn sterke ritmes en harmonieën, vooral dankzij de blaassectie bestaande uit trompet, saxofoon en trombone. Sabroso is zowel in Nederland als Suriname populair en treedt regelmatig op, zowel voor internationale als lokale publiek. Ze zijn momenteel in onderhandeling om in december shows te geven in Suriname. Tot slot, vandaag laten we na het nieuws een interview zien met de legendarische klassieke violist John Hellstone, opgenomen voor de Nederlandse televisie in 1968. Deze opname is in zwart-wit gemaakt door de wereldomroep, en we zijn hen dankbaar voor dit erfgoed. We hebben echter de documentaire ingekleurd met behulp van AI-technologie, waardoor de kijkervaring in 2024 is verbeterd. We hopen dat u deze speciale productie zult waarderen en zult delen met andere liefhebbers van klassieke muziek in Suriname. John Hellstone heeft in 2023 afscheid genomen van deze aarde en we zullen hem nooit vergeten. Geniet van deze unieke oude beelden. Wij waren Reine en Karin voor TV48. Like, abonneer en deel ons nieuwskanaal. Tot de volgende nieuwsuitzending. Een hele gezegende en zalige zondag voor u allen. Wees extra lief tegen elkaar, dan lacht God ook en zult u gezegend zijn. Tang boom en one people.